dat ik een zieke team of the season waar ik iets aan heb. Het heeft echt heel lang geduurd. Maar Stefan de Vrij heeft een team of the season gekregen. 95 reten, maar echt een zieke kaart. Die wil ik sowieso gaan toevoegen deze aflevering. Even kijken hoeveel upgrade punten heb ik momenteel. Ik heb momenteel 13 upgrade punten. Ja, dat is nog niet voldoende om het echt te kunnen upgraden. Want stel ik wil Van Dijk upgraden naar zeg maar de Vrij team of the season. Dat zijn in totaal 5 ratings. Maar elke rating boven de 86 zijn 6 upgrade punten waard. Dus dan moet ik alsnog 30 upgrade punten betalen om dan de Vrij neer te kunnen zetten voor Van Dijk. En voor Donk ben ik nog veel meer kwijt. Maar ik zou hem eventueel ook voor de licht kunnen doen. Maar dan ben ik in totaal 42 upgrade punten kwijt. We gaan gewoon in deze aflevering peaceful upgrade punten bij elkaar proberen te verzamelen. En als het dan uiteindelijk gaat lukken om 30 upgrade punten voor elkaar te krijgen, of als we eventueel meer krijgen, dan kan ik de licht toe zeg maar upgraden voor de Vrij. Maar in ieder geval, we gaan proberen team of the season de Vrij te spelen. Die is echt insane. Wat een kaart is dat. En ik hoop ook dat het mij gaat lukken. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. 10.000 likes. Nee, dat is Gamebows. 3.000 likes of 4.000 likes. Dat zou heel blij zijn als het gaat lukken. En elke 1.000 likes is natuurlijk ook weer 1 gratis pinpunt voor de volgende aflevering. Dus dat is ook weer chill meegenomen. En de afgelopen aflevering hebben we 3.600 likes gehad. Dat ronden we natuurlijk wel af naar hele getallen. En dat betekent dus dat we 4 gratis pinpunten hebben. Maar ik kwam nog een comment tegen. Namelijk deze comment. En dit was ook de top comment onder de vorige video. Het is best wel een lang verhaal, maar het kwam er gewoon op neer dat ik in totaal 2 keer met Johan Cruijff had gescoord en die punten niet had meegerekend, dus daarom mocht ik nog 2 keer spinnen. Dat was al best wel heel lang geleden dat ik dat was vergeten, maar het was gewoon nog de top comment, dus dat betekent dat we 2 extra spinpunten erbij krijgen. En er was ook nog een keertje dat ik 2 upgrade punten was vergeten voor Depay, dus dat is altijd chill meegenomen. Dat zei hij ook in zijn comments. Lijkt me dat Johan dit ziet, Bouws Army. Nou, ik heb het dus gezien. 2 upgrade punten erbij en 2 spinpunten. Wel echt ziek dat jullie dat allemaal onthouden en ook wel respect. Dus ik moest dit wel eventjes gaan uitvoeren natuurlijk. Maar dan hebben we in plaats 4 nu 6 spinpunten. Dus dat is wel even chill. Dus gewoon lekker 6 keer aan het rad draaien. Waar beginnen we mee? Come on. We beginnen met 1 upgrade punt. Dan hebben we er momenteel 16. Maar ik heb meer nodig. Ik wil natuurlijk de prijs kunnen toevoegen. Wat wordt mijn volgende? 600 FIFA punten. Dat is wel chill, want momenteel is de Vrij ook in packs. Of de hele Serie A team of the season is momenteel in packs. Het zou ziek zijn als we de Vrij weten te packen. Jongen, dan word ik helemaal gek. Oké, volgende spin. Wat krijgen we nu? Weer 1 upgrade punt. Dat schiet niet echt op. Ik wil dan gewoon meer upgrade punten krijgen. Kom op. Dus weet ik veel. 4, 5. Oké, double or nothing. Daar kan ik dus inzetten op mijn FIFA punten of upgrade punten. Ja, dat, ja, upgrade punten durf ik echt niet. Dus ik zet mijn FIFA punten in. Wat krijgen we nu? Nog een keer iets goeds? Ja, kijk, dit lijkt er al meer op. Dan hebben we momenteel 22 upgrade punten. Wordt dit de laatste spin? Dan ben ik benieuwd wat we tot slot krijgen. We krijgen tot slot nog 3 upgrade punten erbij. Dan hebben we momenteel 25 upgrade punten. Dus we zitten al in de buurt van de 30. Misschien kan ik dan beter Van Dijk bewaren. Ja, maar Donk vind ik ook heel chill. Qua statistieken is Donk gewoon beter dan Van Dijk. Dus ik denk dat ik inderdaad dan Van Dijk beter kan wisselen. Of Van Dijk op de bank en dan zeg maar de licht uit mijn team halen. Ah, dat zie ik nog wel eventjes. Maar oh, dit is wel echt heel lekker. We gaan sowieso de prijs kunnen toevoegen. En ik heb dus double or nothing. En ik kan mijn upgrade punten inzetten of FIFA punten. Als ik de komende wedstrijd win, gaan ze keer 2. Als ik verlies, gaan ze naar 0. Dus dat is wel echt een risico. Met mijn upgrade punten durf ik dat niet te doen. Want als ze dan naar 0 gaan, dan weet ik zeker dat ik niet met team of the season de Vrij kan toevoegen deze aflevering. En dat wil ik wel. Dus wat ik ga doen, ik zet mijn 600 FIFA punten in. Maar als ik dan win, dan mag ik gewoon 2. Ja, dan krijg ik in totaal 1200 FIFA punten. En dan kan ik gewoon 2 van deze 45k packs openen. Dus dat zou heel chill zijn. Dus van de volgende wedstrijd hangt echt veel af. En trouwens, nog even een laatste comment voordat we de wedstrijd gaan spelen. Hier YouTube BE zei: Jeroen doet 200k subs, Bouws Army. Ja, we zijn echt dichtbij. Dus smash ook allemaal dat abonneren knopje. Dan gaan we vroeg of laat richting die 200.000 abonnees. Het gaat wat minder snel als op Gamebows dit kanaal, maar ik blijf gewoon lekker video's opnemen, ook op FIFA Bows. Jullie vinden ze leuk, ik vind ze leuk, dus we blijven lekker doorgaan. Ik heb hier trouwens ook nog wat pakketjes. Die mag ik wel alvast openen. Dan gaan we die openen en gaan we dan de wedstrijd spelen. En als we hier een Nederlander of Belg uit krijgen of eventueel een walkout, verdienen we daar natuurlijk ook weetpunten mee. Oké, in het eerste pakketje krijgen we Donk, dus dat is in ieder geval één Nederlander. Dat zijn 2 upgrade punten. Daar zitten we momenteel
op de 27 en verder, ja, nee, dit is helemaal niks waard. Oké, dit discarden we. En we hebben nog een pakketje. Stel, we krijgen nu 2 Belgen of Nederlanders of zo, dan heb ik gewoon al 30 upgradepunten. Dan weet ik niet of ik dan nog door ga sparen voor de licht. Maar dan zouden we hem eventueel kunnen toevoegen, de vrij voor Van Dijk. Maar dan moeten we natuurlijk wel 2 Nederlanders of Belgen krijgen. En is dat ook het geval? Nee, dat is niet het geval. Oké, dat is dan jammer. Nou, dan kunnen we dat ook weer vergeten. Maar dan gaan we nu lekker wedstrijd nummer 1 spelen. Ik moet hem winnen, omdat ik wel al mijn FIFA-punten verdubbeld krijg. Maar als ik deze win, dan weet ik haast wel zeker dat ik zo meteen genoeg upgrade-punten heb voor de vrij. Dat kan haast niet anders. Dus ik hoop echt dat ik hem ga winnen. Oké, tegenstander gevonden. En wat een raar team heeft hij. Hij heeft gewoon Cristiano Ronaldo. Niet als leenfeestje. Hij heeft gewoon de normale Ronaldo in zijn team. Maar daaromheen heeft hij dan weer echt best wel minder goede spelers. Dan misschien voor een SBC of weet ik veel waar hij voor aan het sparen is. Misschien dat het een opdracht was. Geen idee. Maar het is wel echt een raar team. Maar het is voor mij in principe geen nadeel. Oké, hier. Paasje door op Malen. Oh, lol. Die krijgt die bal heel makkelijk mee uiteindelijk. Maar daar had ik moeten scoren. Oké, shit. Dat was mijn kans op 1-0. Nou, hier. Paasje op Malen. Oké, net missen die groot. Nu mist hij weer. Oké, de volgende kans met Malen zit. Want 3 keer is scheepsrecht. En anders ga ik kakken. Oh, ik had al lang moeten scoren, man. Dit slaat helemaal nergens op. Maar hier. Nee. Toch niet. Oh, huh? We waren lekker aan het spelen. Ik had wel meer kans als mijn tegenstander. Maar hij race quit nu gewoon. Oké, nou weet je, schijf. Ik tel hem gewoon mee. Betekent wel dat mijn FIFA-punten niet verdubbeld worden. Want het is niet een win. Ik tel het wel als gelijkspel. Maar ik tel het wel mee dat de race quit meetelt. En gelijkspel is natuurlijk 1 spinpunt waard. Race quit, dat zijn 2 spinpunten waard. We zitten toch even dan 3 spinpunten verdiend. Dus dat is nog eventjes heel chill meegenomen. En wat ook chill is, ik heb natuurlijk hier mijlpalen. En een van die mijlpalen is zeg maar dat ik 0 goals tegen moet krijgen. Ik heb momenteel 4 wedstrijden gehad met 0 goals tegen. En dat zijn er nu 5. Maar ik heb ook 4 wedstrijden gehad met race quit. En dat zijn er nu ook 5. En 5 wedstrijden met 5 race quit wedstrijden zijn ook 5 upgrade punten waard. Dus dat betekent dat we nu 32 upgrade punten hebben. Nice. En we mogen nog gewoon aan het rad rijden. Dus het kan alleen nog maar beter worden. Waarom die race quitten? Ik had geen idee. Maar ja, ik was wel iets beter. Ik had wel de grotere kans. Kijk, ik had nog geen kans gehad. Maar dan alsnog, dit was wel echt heel snel. Maar het maakt mij niet uit, ik vind het alleen maar mooi. Dan gaan we nu het rad erbij pakken. Gaan we lekker 3 keer spelen. En dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen. Come on, eventjes iets goeds. 200 FIFA punten. Chill, dan zitten we momenteel op de 800. Nog 2 keer spinnen. Come on, nog eventjes iets goeds. Ah, dit is dan wel jammer. Dan zitten we nu precies op de 30 upgrade punten. Dan moet ik niet nog een keer meer 2 krijgen. Dat zou echt balen zijn. Wat we krijgen. Ja, oké. Gelukkig, hij gaat niet naar min 2. Dat scheelt niet eens heel veel trouwens. Maar we hebben nu 33 upgrade punten. Dus we kunnen de vrije team op de season kopen. Oh, dat is wel echt heel lekker. En we kunnen ook een pakketje openen. Dan gaan we dat eerst doen. Want misschien krijg ik de vrije team op de season uit het pakketje. Ja, nou, ga er maar niet van uit. Maar het zou in principe natuurlijk kunnen. Nou, daar gaan we nu achter komen. Of Ronaldo team of the season is natuurlijk ook helemaal prima. Oh, maar die gaan we sowieso niet krijgen. Maar wat is het wel? Laat in ieder geval een border of een walkout zijn. Dat is het ook niet. Oké, dat is een beetje zonde. Maar hopelijk kunnen we verderop in de aflevering dan nog een pakketje openen. Dan hebben we nu nog 200 FIFA punten over. Maar we krijgen wel Weghorst als Nederlander. Dus dan hebben we daar al 2 upgrade punten van. Zitten we momenteel op 35 upgrade punten. Hebben we nog Van Arnold. En dat was hem. Maar dan hebben we nu momenteel 37 upgrade punten. Dus op zich helemaal dikke prima. Maar dan ben ik trouwens benieuwd hoe duur de vrij is. Ik heb eigenlijk geen idee. Oh, dat valt reuze mee. Hoe kan hij zo goedkoop zijn? Qua statistiek is hij volgens mij zelfs beter als Team of the Year de licht. En dan is hij gewoon maar 125k of zo. Nou, dat vind ik helemaal prima. Het is echt chill dat hij zo goedkoop is. 106 is hij gewoon. Wat? Dat is echt veel goedkoper dan dat ik dacht. Ik dacht echt, die is veel meer, veel duurder. Ik ga eens trouwens kijken hoe duur die Team of the Year de licht is. Is die nu ook vet veel prijs gedaald? Dat moet haast wel. Ja, die is momenteel 470.000 coins waard. Nou, hij was twee maanden geleden ook rond 1 miljoen. Dus die is inderdaad flink in prijs gedaald. Hij is ook wel iets beter dan de vrij, maar die kaarten zijn wel redelijk te vergelijken. Maar dat de vrij zo goedkoop is, dat is echt bizar. Maar dan ga ik hem voor nu even upgraden voor Van Dijk. Dan kan ik hem natuurlijk altijd nog een keertje toevoegen, Van Dijk. Maar nu gaat hij even naar mijn club. Maar dan zetten we hier nu de vrij neer. Oh yo, 95 reden. Dit is insane. Dan heb ik nu nog 7 upgrade punten over. En ik had trouwens natuurlijk allemaal ideeën voor andere upgrades. Ik wou natuurlijk nog Depay upgraden naar een betere versie. Maar dat komt later wel. Ik wou eerst gewoon de vrij toevoegen. En dan kunnen we verder kijken.
En eventueel was Koeman, dat was ook een idee voor als verdediger. Maar Koeman is sowieso minder goed dan De Vrij en de Donk die ik nu heb staan. En trouwens, ik vind het veel chiller om een ander kaartje... Oh, nee. Oh, shit. Ik wou gewoon een ander kaartje op hem toepassen. Ja, ik zit nu een beetje te kijken, maar eigenlijk heb ik helemaal geen hele geschikte kaarten. Architect, dat zou misschien kunnen. Dan heb je fysiek en pasen. Want snel... Ja, maar ik wil snelheid eigenlijk ook. Havik. Dan wordt het fysiek. Want verdediger hoeft hij niet geboost te hebben. Fysiek moet hij wel geboost hebben. En snelheid eigenlijk ook. Dan is Havik misschien niet eens een heel gek idee. Dat is misschien heel raar. Maar dan is de snelheid fysiek en schieten is super slecht. Dan is dat ook een beetje geboost. En pasen en dribbelen is op zich goed genoeg voor een verdediger. Ik doe het gewoon. Dit is misschien het raarste kaartje om op hem toe te passen. Maar gewoon lol, een beetje schijt te hebben. We passen hem gewoon op hem toe. Maar check wat een lijf team ik momenteel heb. Ik hoop dat er trouwens nog even rond de 90 plus links en rechts achters gaan komen van Nederland. Maar op zich is Hatenboer al goed en Van Adelt is eigenlijk ook al vet goed. Maar oh, wat een team heb ik momenteel. Nu nog Bergwijn en Malen. Ook nog een team op de season van 90 plus en al, dan heb ik het lijpste Nederlands elftal team ooit. Maar we gaan lekker door naar wedstrijd nummer 2. Hopelijk gaan we deze wel winnen en geen gelijkspel. Maar we hebben in ieder geval tot nu toe nog niet verloren. En dat is voor mij ook al best wel een prestatie. Oké, ik denk dat de komende wedstrijd wel iets lastiger gaat worden. Hij heeft gewoon Ronaldinho, dus dat is best wel ziek. Ook nog wat andere icons. Maar hij speelt ook Weekend League. Alleen sommige spelers een beetje rare posities. Bijvoorbeeld, ja, nou ja, maakt niet uit. Bijvoorbeeld Cuadrado volgens mij. Die was eigenlijk rechtsachter. Maar die had hij dan voorin staan. Nou, boeien. Ik hoop gewoon dat ik dit ga winnen. Nee. Oh, toch wel. Oké, Balotelli 1-0 in de 12e minuut. Oké, nou, dat betekent dat ik dus terug moet komen van de achterstand zoals ik eigenlijk gewend ben. Want dat heb ik meestal. Nou, hier Malen. Mooi gepast. En dit is hem niet. Malen heeft deze aflevering echt veel kansen nodig. Dat is niet normaal. Dit had ik heel slecht afgemaakt. Maar in ieder geval, die kat met Malen had gewoon weer moeten zitten. Nou, Bergwijn. Ja, Johan Cruijff. Voor jou. Kopballen, dat is zo underrated. Echt waar, joh. Je scoort bijna nooit met een kopbal in FIFA 20. Ja, volgens mijn vorige aflevering toevallig wel. Maar dat was een unieke. Maar deze had sowieso moeten zitten. Maar hier hebben we een herkansing. Malen. Oh, weer niet. Het zit ook echt niet mee. Ja, en dit wordt sowieso niks. Maar toch nog de bal. En dan uiteindelijk toch wel. Maar Malen kan echt niet scoren in deze aflevering. Het is bizar. Gelukkig doet Frenkie de Jong het wel. Nou, het is momenteel rust. Het staat tussen 1-1. En als je naar de kansen kijkt, had dat niet gehoeven. Maar ja, het staat het wel. Maar gelukkig hebben we nog een tweede helft om het eventueel goed te maken. Het zou mooi zijn. En dan is het best wel een chille aflevering. Dan hebben we reeds quit, gelijk spel. En als we dan deze wedstrijd winnen, nou, perfect. Maar ja, dan moet het nog wel even gebeuren. Oké, Donjan Malen. Oké, naar de andere kant. Ja, helemaal vrij. Ik dacht, ik kon gaan schieten met Malen. Maar waarschijnlijk mis ik toch weer. Kon ik het beter zo doen. En huppatee, Bergwijn met de 2-1. Meteen naar rust. Dus dat is chill. Hij drukte wel op start. Dus misschien dat hij nog wat wissels gaat doen. Ik niet. Ik ben blij met mijn team nu. Maar dan moet ik het nu even vasthouden. En dan slepen we deze wedstrijd gewoon lekker binnen. Nou, daar is hij dan, de 2-2, Ronaldinho. Oké, dan beginnen we weer gewoon lekker opnieuw. Weer gelijk. Ja. Dit zijn altijd wel van die pijnlijke momenten. Dan speel je best wel prima, sta je lekker 2-1 voor. Echt binnen no time sta je dan 3-2 achter. Nou, Johan Cruijff, mooi gepaasd van Malen. Johan Cruijff neemt hem net niet lekker aan, maar goed genoeg. Ha, het staat weer 3-3, het staat weer 3-3. Misschien kunnen we dit alsnog winnen. Oké, hier, Overmars rennen. Is dat buitenspel? Ik weet niet of dat buitenspel was. Geen idee. Is dat buitenspel? Oh, hij schiet ook naast. Het was gewoon geen buitenspel. Man, dan had hij die bal gewoon goed erin moeten schieten. Oeh, daar had ik de bal bijna kunnen onderscheppen. Maar daar had ik gewoon alweer voor moeten staan. Oké, nou, het is ondertussen bijna afgelopen. De wedstrijd heb nog een vrije trap. Maar vanaf hier kan ik niet zo heel veel. Dus ik probeer het maar zo. Ja, nou, het was net niet een heel overtuigend schot. Maar misschien dat ik nog één counter krijg. Misschien dat ik zelf nog één kans kan creëren. Maar dat wordt dan ook het eind. Oh, nu moet ik uitkijken. Come on. Stefan de Vrij. Beast. Nou, niet helemaal beast. Maar ik overleef het gelukkig wel. Toch? Toch? Oké, daar heb ik ook mazzel. Heb die bal naar voren. En dan mag ik niet klagen met gelijkspel. Want het had ook nog zo heel anders kunnen aflopen. 3-3.
Ik vind het goed genoeg. Maar helaas niet met Johan Cruijff gescoord. Oh, wel met Johan Cruijff gescoord. Hak helemaal niet zo door. Maar dat betekent in ieder geval dat we één spinpunt daarvan hebben. We hebben gelijk gespeeld, dat is één spinpunt. We hebben in totaal 3 keer gescoord, dat is ook 1 spinpunt. Dus al met al hebben we 3 spinpunten verdiend. Dus dat is chill. Dan hebben we gewoon 2 keer gelijk gespeeld. 1 keer met Rage Quit, 1 keer zonder Rage Quit. Maar helemaal prima. We hebben in ieder geval niet verloren in deze aflevering. Maar ja, ook niet gewonnen. Maar lekkere spinnen. Ben ik benieuwd wat we nog gaan krijgen. Let's go. Waar beginnen we mee? We beginnen met 200 FIFA-punten. Dan hebben we er momenteel 400. Nog 2 keer spinnen. Ja, 2 keer nog. Wat krijgen we als volgende? Een Belgische leenspeler. Dat is voor volgende aflevering. Laat me even weten in de comments wat jullie denken wat een leuke leenspeler is om toe te voegen. Maar dan was dit de laatste spin. Dan ben ik benieuwd wat we tot slot nog gaan krijgen. Nog iets leuks. 200 FIFA-punten. Dan hebben we er in totaal 600. Dan gaan we natuurlijk nog even tot slot 1 pakketje openen. Dan ben ik benieuwd of we dan nog even een leuke speler kunnen krijgen. Oké, let's go. 45k pack is geopend. Laat er nu minimaal een border in zitten. Ja, het liefst natuurlijk een Team of the Season walkout. Maar het is een border. Het is alleen geen walkout. Nou, ik laat hem wel even lopen. Wie zou dit zijn? Oh, dit is Pepe, denk ik. Ja, inderdaad. Oké, helemaal prima. 84 rated. 83. Oh, 1 rating eronder. Maar dat is in ieder geval 2 upgrade punten. Dus dan zitten we momenteel op de 9. Maar er kunnen nog meer dingen achter zitten. Nederlanders, Belgen. Maar die zitten er helaas niet achter. Dus dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar dan was dit het voor deze aflevering van Cruijffs Konuiten. Erg blij met deze aflevering. Want we hebben natuurlijk Team of the Season te vrij kunnen toevoegen. Super chill. Misschien dat trouwens verderop in deze week de Eredivisie Team of the Season uit gaat komen. Ja, het zou wel kunnen. Als het niet deze week gebeurt, gebeurt het volgens sowieso volgende week. Want afgelopen week was de Liga NOS. En ik heb vaak het idee dat als die is uitgekomen, dat daarna de Eredivisie komt. Met de Belgische League erbij vaak. Maar dan gaan we achterkomen of dat gaat gebeuren. Ik hoop het in ieder geval. Het zou heel chill zijn. Want ik wil echt gewoon die Eredivisie Team of the Season nou eenmaal gaan toevoegen. Maar dan gaan we achterkomen wanneer dat gaat gebeuren. Maar dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!